Ik ga je in de komende 7 minuten 3 dingen vertellen. Uit welke trends Mobile Microjobs is voortgekomen, wat Mobile Microjobs is en wat onze tips aan jullie zijn. Maar eerst eventjes, wie zijn wij eigenlijk? Mijn partner in dit project is Wilbert Baan. Wilbert Baan is interaction designer bij de Volkskrant en hij werkt onder het label Hypernarrative en is heel actief online. Ik ben Marco van Heerden, ik ben freelance copywriter in de breedste zin van het woord. Dus ik ben eigenwijs genoeg om af en toe ook diensten en producten te verzinnen. En ik ben online, of eigenlijk mijn blog en mijn portfolio is onder het label ibisaki.com. Oké, Mobile Microjobs, wat zijn de trends waaruit wij zijn voortgekomen? Om ons concept goed te kunnen begrijpen wil ik jullie eerst wat getallen laten zien om te begrijpen hoe groot de mobiele markt wel niet is. Nou, als je gaat kijken naar auto's in mobiele aantallen, er zijn 850 miljoen auto's wereldwijd. Nou, als we kijken naar media, computers en laptops. 850 miljoen computers en laptops, niet eens een miljard. Internetgebruikers, gaan we over de miljard heen. 1,3 miljard internetgebruikers. En televisies, je zou denken, iedereen heeft toch wel een televisie. 1,4 miljard televisies wereldwijd. Nou, dit vergelijken we even met mobiele abonnementen. Dan zie je dat er 4 miljard mobiele abonnementen wereldwijd zijn. Dat is genoeg voor 60% van de wereldbevolking. Hou deze getallen even in je achterhoofd als we naar ons concept gaan kijken. De trends. Sinds de introductie van de iPhone is duidelijk geworden dat je ook daadwerkelijk wat hebt aan internet op je mobieltje. Dus internet op mobiel wordt standaard, niet alleen hier, maar vooral in ontwikkelingslanden waar computer relatief duur is. Exploderende functionaliteit. Er zijn op dit moment 70.000 apps in de iPhone Store en iedere dag worden 6 miljoen apps gedownload. Wat je tegenwoordig met je mobieltje kan doen is ongelooflijk. Het is niet meer bellen en sms'en, het is... Maar eigenlijk, je kan alles ermee doen, of in ieder geval. Het is gewoon een complete toolkit aan het worden. Trend 3, persoonlijk. Je mobieltje is een van de meest persoonlijke dingen die je hebt. Het zijn je eigen sms'jes, je liefdes-sms'jes. Het zijn je e-mails, het zijn je foto's. Als iemand je computer jat, Allah is nog niet zo erg. Maar stilt iemand je mobieltje, dat is echt heel persoonlijk, is heel erg van jou. Je laat ook niemand zeg maar in je sms'jes lezen of... Je leent je mobiel niet uit. Het is eigenlijk de meest persoonlijke computer die je hebt. En je staat daarnaast gewoon in constant contact met je sociale netwerk en alle data die jij in de cloud hebt. Trend 4, crowdsourcing. Nou, wat crowdsourcing eigenlijk gewoon is dat je een taak die je vroeger aan één persoon of aan één bedrijf gaf, kun je nu gewoon verdelen over het internet. Nou, dit is de moeder van alle crowdsourcingsvoorbeelden, Wikipedia. Maar ook 99designs, je kan designs ook crowdsourcen of outsourcen. Of bankieren. Vroeger haalde je een lening bij de bank, van één persoon een hele hoop geld. Nu kun je van heel veel mensen relatief weinig geld halen. En dat is dus crowdsourced bankieren. Dit is SOPA, peer-to-peer banking. En Celeband. Je haalt niet zeg maar, een hele hoop geld bij een Sony vandaan, maar je haalt gewoon al het geld bij je fans vandaan. En vervolgens kun je je eerste CD opnemen. En de laatste, Guardian. Ze hadden bij de Guardian 4 meter aan declaraties. Nou, daar kun je moeilijk een paar stagiaires op zetten. Dat is gecrowdsourced. En binnen 70 uur waren ze, geloof ik, 200.000 artikelen waren gescand. Oké, microjobs, wat is het nou? Dit is Poonie. Poonie woont in Thailand, hij heeft een rickshawbedrijf. Op dit moment is hij geld aan het verdienen, met zijn mobiele telefoon. Dit is Ralph. Ralph is een student, die woont in San Diego. Op dit moment is hij geld aan het verdienen met zijn mobiele telefoon. Wat doen ze? Tegelijkertijd hetzelfde. Ze starten de Mobile Microjobs applicatie op. Daarin staat een lijst van microtaken. Vervolgens kiezen ze een microtaak uit... En ze kunnen die taken doen voor een paar cent per keer, waar en wanneer ze ook zijn op de plek, wanneer je gewoon eventjes de tijd ervoor hebt. In dit geval, en het moeten taken zijn die makkelijk zijn voor een mens en moeilijk zijn voor een computer. Zoals in dit geval is dit pornografisch, een computer weet dat niet, een mens weet dat wel. Dus dit is zeg maar de applicatie, dit is een voorbeeld van de applicatie. Een paar andere voorbeelden, Corbis, het taggen van beelden. Het taggen van beelden kun je heel makkelijk via een mobiele interface doen. Of het modereren van een grote website. Is dit aanstootgevend? Dit is de Chinese YouTube. Dat kun je heel makkelijk via een mobiele telefoon interface doen. Nou, hoe werkt het eventjes? Schematisch. Je hebt een klant met een database. Wij trekken al die data binnen en distribueren de data, dus eigenlijk de microtaken, rond alle werkers, mobiele werkers wereldwijd, die geschikt zijn voor deze taak. Dus op basis van locatie, taal en vaardigheden kunnen mensen, zeg maar... De taken eigenlijk gaan doen. Iedereen doet niet één taakje, maar ieder taakje wordt meerdere keren door verschillende mensen gedaan, zodat de kwaliteit van het werk hoog is. Nou, dat is microjobs in een nutshell. Terwijl we met al deze dingen bezig zijn en proberen dit bedrijf op poten te krijgen,
lopen tegen een andere trend aan. En die trend noemen wij de global culture. En wat je eigenlijk ziet is dat iedereen dezelfde informatie heeft. Dezelfde blogs leest, dezelfde internetsites. Iedereen leest de New York Times, iedereen leest Boing Boing. Dus iedereen ziet ook dezelfde trends. Dus de kans dat je idee uniek is tegenwoordig, is steeds minder groot. Daar heb ik een paar voorbeelden van. Dit is Crowdflower, web-based outsourcing van microtaken. Dit is de Extraordinaries, dit is een mobiel platform van vrijwillige taken. Dus je kan bijvoorbeeld speeltuinen identificeren of beelden voor een museum taggen. En dit is Text Eagle, dit is een microtakenplatform op basis van sms. Dus wat zijn onze tips uiteindelijk die we aan jullie meegeven? Ideeën kunnen tegelijkertijd ontstaan. Dat is helemaal niet erg. We leven in een global culture, dus de kans dat je idee uniek is, is vrij klein. Ieder moment kan er een concurrent opstaan terwijl jij in je ontwikkelingsproces zit. Hoe goed je concurrentieanalyse ook is, er staan gewoon andere mensen op welke plek ter wereld ook, met hetzelfde idee. Dat is geen teleurstelling, dat is alleen maar een soort van motivatie. Je zit op de goede weg. Er zijn meer mensen die hetzelfde bedenken. Dat is juist een veer, zeg maar. Dat is juist goed. Maar zodra je zeg maar, al die andere initiatieven ziet ontstaan, zoals wij ook zien, zie het dan niet strak als concurrenten, maar denk in partnerschappen en niches. Treed met ze in contact. Misschien kun je techniek delen. Misschien kun je een techniek white labelen. In die zin zijn het niet meer zo strakke concurrenten, zeg maar, zoals in de oude economie. Maar probeer het gesprek met ze aan te gaan. Wij zijn bijvoorbeeld in gesprek met de Extraordinaries. En we kunnen misschien dingen doen met elkaars techniek. En de laatste belangrijke is, wees open met je ideeën en initiatieven. De tijd dat je 2 jaar op je zolderkamertje kon gaan zitten lekker programmeren en dacht dat niemand bedacht had wat jij had bedacht, is gewoon voorbij. De markt is te dynamisch daarvoor. Je moet naar buiten met je ideeën, je moet laten zien wat je hebt. Wees open over je ideeën, zodat je die conversatie en die feedback hebt, zodat je eigenlijk constant je strategie kan aanpassen op alle dingen die er in de markt en in de global culture gebeuren. Dat was het. Dankjewel en veel plezier bij de volgende presentatie.